President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren op de eerste werkdag van de nieuwe regering het regeerbeleid met zijn kabinet besproken. Het presidentieel paleis is zijn officiële werkruimte. Deze is vooraf ook ingezegend. Tijdens de vergadering ging de president in op beleidsprioriteiten die aangepakt dienen te worden. Elke week zal de president zo een overleg houden met zijn regering. Dat meldt de communicatieunit van het kabinet van de president. Santokhi heeft ook gesprekken gevoerd met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Zowel de banden met Brazilië als met de Verenigde Staten zullen worden verstevigd. Met de VS is vooral gesproken over de economische crisis waarin Suriname momenteel verkeert. Het land van Donald Trump heeft Suriname beloofd mee te zullen werken aan het oplossen van het schuldenvraagstuk.